De iris is absoluut meer inzetbaar bij speciale gelegenheden, zoals feesten of bij de aankleding van een buffet. Ik ga een arrangement maken met irissen, wat ik ga klemmen tussen stokken. Ik ga hier in dit arrangement alleen maar irissen gebruiken. De allereerste stap is de stokken voor te knippen op de juiste lengte. Ik gebruik hiervoor wilgentenen en heb stokken uitgezocht van ongeveer dezelfde dikte. Eerst ga ik de klem maken die binnen in de vaas komt te zitten. Dus ik knip deze af op de lengte aan de binnenkant in de vaas. Deze komen later onderaan in deze vaas te zitten. Dus controleer of dat kan. De andere klem komt boven over de bak heen te liggen. Leg beide stokken op de goede afstand op de tafel. Meet ongeveer de diepte van de bak voor de afstand. En verdeel de irissen over de twee stokken. Houd daarbij ongeveer de onderkant gelijk. Ik gebruik in dit boek het gemengde irissen. Irissen hebben een enorme verscheidenheid aan kleuren, ook aan vormen trouwens, maar vooral in kleuren zijn er veel verschillende tonen. En leg vooral de bloemen met de open kant naar boven. Dan leg ik de andere twee stokken boven over de stelen heen. Ik controleer nog één keer de hoogte, de diepte van de vaas. En leg de stelen precies naast elkaar. Om de klem vast te zetten gebruik ik een stuk binddraad. Dit draai ik om de twee stokken, om die met elkaar te verbinden. Dit doe ik eerst aan beide uiteinden. En voor de stevigheid ook nog een keer in het midden. Hierdoor klemmen de stelen beter vast. En dit doe ik ook met de stelen aan de bovenkant. De bouquet is nu stevig, maar leg deze nu op de rand van de tafel om de stelen even gelijk te knippen. Schuif eventueel nog wat met de stelen, verdeel ze nog beter. Knip ze eerst gelijk en dan snij ze even schuin aan. Hierdoor zijn de bloemen beter houdbaar, kunnen ze makkelijker water opnemen. Pak de bouquet op. En plaats het in één keer in de vaas. En maak deze vorm dan nog een keer. En dit is het tweede deel van dit bloemstuk. Dit plaats ik aan de andere kant van deze glazen bak. Zo
zodat het van alle kanten bekeken kan worden. En dit kleurrijke en vooral ook bloemrijke boeket is uitermate geschikt bij speciale gelegenheden zoals een feest of een buffet. En zal daar echt een pronkstuk zijn en worden bewonderd.